Ja, welkom bij Autisme TV. In 1943 werd autisme geïntroduceerd. En dat gebeurde door Leo Kanner, psychiater Leo Kanner. Inmiddels zijn we 70 jaar verder. En wat heeft dat eigenlijk opgeleverd? Je zou zeggen een glashelder beeld, een glashelder definitie van autisme. Nou, we gingen de straat op en vroegen willekeurig wat mensen op straat wat autisme is. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje vreemd. Als ze vreemd overkomen ook, hè? Met gebaren en zo. Maar sommigen merken niet veel aan. Dan kan ik eigenlijk niet vertellen wat er bij het over gaat. Mensen die moeilijk contact maken, moeilijk aankijken. Dus mensen leven in een andere wereld, in een eigen wereld, denk ik. Ja, ik denk dat, mensen routines nodig hebben. Dus dat je daar niet van moet afwijken. Ja, het is. Stoornis is een beetje moeilijk om dat te vertellen, maar het is wel een stoornis natuurlijk. Ja, glashelder antwoord geven op die vraag wat autisme is dus nog niet zo makkelijk. Eigenlijk is dat begrip nog best wel vaag. Wat is autisme nou eigenlijk? Nou, dat gaan we bespreken met onze gast vanavond, Berend Verhoef, psychiater Berend Verhoef. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja. Je hebt een proefschrift geschreven enige tijd terug. En eigenlijk heb je onderzoek gedaan naar het begrip autisme. En je bent ook overigens psychiater bij het Leo Kannerhuis, dat moet ik er even bij zeggen. Hè? Klopt, in Amsterdam, op de polykliniek. Ervaring dus met mensen met autisme. Ja, in de behandeling, zeker. Wat heeft jou zo gedreven tot die zoektocht? Ik vond het leuk om een autisme te onderzoeken op een andere manier dan standaard gedaan wordt. Of standaard, meestal het onderzoek naar autisme is empirisch te noemen. Van wat is precies de oorzaak of wat is de beste behandeling. Ik vond het leuk om te kijken naar wat is de ontwikkeling van autisme. En dat kwam eigenlijk voort omdat ik in het begin van mijn opleiding, begin 2003, 2002 ongeveer, toen kwam ik op een gegeven moment iemand tegen, dat was een man, die was al 50, was een jaar of 50 en was al een jaar of 20 in behandeling. Altijd met een vage diagnose, angststoornis, NAO, depressie, NAO. En ook, ik wist echt niet wat ik ervan moest maken. En toen later, toen dacht ik, nou die man, dat was eigenlijk iemand die nu absoluut een autisme-diagnose zou krijgen. Maar tientallen jaren is die man behandeld, steeds met een andere diagnose, maar nooit met die autisme-diagnose. En toen dacht ik, van, ja, het is toch wel apart dat iemand, dat ik nu heel duidelijk zie dat dat nu een geval van autisme zou zijn. Of in ieder geval iemand die voldoet aan die criteria. Terwijl toen al die psychiaters en psychologen en hulpverleners nooit aan autisme hebben gedacht. Dus ik vond dat ook een interessant fenomeen. Van hoe kan het nou dat we nu, zeker nu, deze tijd, dat er heel veel mensen een diagnose krijgen op de poli. We krijgen heel veel verwijzingen. Terwijl daarvoor was het een begrip dat heel weinig erkend, herkend werd. Dus ik vond die ontwikkeling ontzettend interessant. En dat. Het idee dat ik had, was dat het mij ook iets zou vertellen over hoe kennis in de psychiatrie zich ontwikkelt. Want dat is ook mijn achtergrond als wetenschapsfilosoof. Oké. Nou, we gaan er uitgebreid over hebben in deze uitzending. Maar ik wil ook even toelichten wat we gaan doen. We hebben eigenlijk de uitzending opgedeeld in drie delen. En de eerste deel besteden we vooral aan de vraag, ja, waarom is autisme zo'n vaag begrip? Waarom is het nog steeds zo'n vaag begrip, hè, na al die jaren? In het tweede deel gaan we eigenlijk wat meer focussen op de vraag, ja, wat is er dan aan de hand? En wetenschap heeft daar dan vooral eigenlijk onze aandacht. Wat is er allemaal gebeurd in die wetenschappen? Wat gebeurt er nog steeds? En het derde deel gaan we eigenlijk hebben over de vraag, ja, en hoe nu verder met autisme? Nou, dit even om structuur te geven aan het programma, want dat vinden we prettig. Maar we beginnen met deel 1 en dat leiden we in met een fragment. Een fragment van Steve Silberman. En die is gedoken in de geschiedenis van autisme en heeft daar een hele boeiende TED-lezing over gehouden. This is a graph of autism prevalence estimates rising over time. For most of the 20th century, autism was considered an incredibly rare condition. The few psychologists and pediatricians who'd even heard of it figured that they would get through their entire careers without seeing a single case. For decades, the prevalence estimates remained stable at just 3 or 4 children in 10,000. But then in the 1990s, the numbers started to skyrocket. Fundraising organizations like Autism Speaks routinely referred to autism as an epidemic, as if you could catch it from another kid at Disneyland. So what's going on? Ja, wat is hier aan de hand? Ik zou hem eigenlijk door willen schuiven.
de toename van diagnoses. Ja. Nou, het verhaal van Silverman is dat autisme, en zeker de manier waarop Hans Asperger dat beschreef, dat dat eigenlijk al bestaan heeft. Maar dat het door historische omstandigheden eigenlijk niet goed gezien is, erkend is, terwijl er heel veel mensen met bepaalde problemen kampen. Nou, we zijn het beter gaan zien. We zijn het beter gaan zien en vandaar die stijging. Ja. En hij keert zich dan tegen mensen die zeggen, we hebben nu opeens een explosie, mogelijk door vaccinaties of andere omgevingsfactoren. Dus hij zegt eigenlijk, en dat zou je een soort essentialistische, met een moeilijk woord, benadering kunnen noemen. Dus er is iets van autisme, het zit in mensen. Het is er eigenlijk altijd al geweest. En we moeten niet te veel zien als iets pathologisch, maar meer als een bepaalde stijl, als een manier van denken. Ja. Die anders is dan de norm. Ben jij het daarmee eens? Ik denk voor een deel wel. Dus ik denk de manier waarop mensen anders kijken naar de wereld, bijvoorbeeld wat we weten. Dus de mensen meer gericht zijn op details, minder gericht zijn op het sociale contact, bijvoorbeeld. Dus misschien een cliché. Mm-hmm. Maar dat soort beelden, die variatie in manier van denken en manier van emoties uiten, die is er altijd, denk ik, geweest. Wat wel veranderd is de manier waarop mensen vastlopen. En dat is weer heel erg afhankelijk van de cultuur waarin we leven. En de context eigenlijk. De context, dus ook de sociale normen die we hanteren in de huidige tijd. Dus je zou ook kunnen denken dat een deel van die stijging ook te maken heeft met de veranderende maatschappij. Ja. Maar dan zo explosief, zoals in die grafiek? Ja, het is heel lastig. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat er wel ook bepaalde factoren zijn, wat genoemd wordt oudere ouders, dus vaders en moeders die op latere leeftijd kinderen krijgen, hebben een verhoogde kans op een kind met een autisme spectrumstoornis. Of moeders die antidepressiva gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap. Een veelheid aan factoren. Verder is er veel aandacht voor autisme. Ja, want dat met name, hè? Veel aandacht voor autisme vind ik interessant. En eigenlijk is er toch ook een soort verbreding van de definitie ontstaan, toch? Ja. Ja, net als Steve Silverman heb ik ook naar die geschiedenis gekeken. En vooral gekeken naar hoe in de loop van de afgelopen 70 jaar die definitie is veranderd. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld bij Leo Kanner in de jaren 40 dat hij het heel erg nauw en streng definieert. Dan had je kinderen die zich heel erg terugtrokken, die totaal niet tegen veranderingen konden. Dat moest je hebben om aan die diagnose te voldoen. Het kwam zeldzaam voor. Het was heel zeldzaam, zoals Silverman ook zegt. Daarna, later, in de jaren 60, werd er meer nadruk gelegd op autisme als een taalprobleem of een informatieverwerkingsprobleem. En dan zie je dat die definitie al wat ruimer wordt. En weer later, met Lorna Wing bijvoorbeeld, die legt veel meer de nadruk op sociale aspecten, sociale normen. Wordt die nog breder. Precies, dus moeite hebben met het inschatten van een sociale context, het missen van een bepaalde sociale intuïtie. En dan zie je dat die ideeën van Kanner en bijvoorbeeld Michael Rutter van eerder, die vallen daar ook binnen. Maar aan de buitenkant wordt het wel breder. Ja. En dan kan je ook nog zeggen, die verbreding vindt helemaal optimaal plaats als we het autisme spectrumstoornis gaan noemen, ASS. Want dan vangen we alles onder die paraplu van autisme. Ja, en dan is nog steeds de vraag, wat is dan precies die paraplu van autisme? Dat is dus die essentie die verschuift. En dat spectrum, dat verwijst naar een hele hoop dingen. Bijvoorbeeld variatie in ernst van symptomen, variatie in beperkingen, de variatie in comorbiditeit. En ook heel niet onbelangrijk is de variatie op bijvoorbeeld hersenniveau. Mm-hmm. Dus er is niet een soort autisme gen ontdekt. Er is niet een plek in het brein waar autisme duidelijk te vinden is. Maar de onderzoek daarnaar laat eigenlijk een soort brei zien van allerlei factoren die mogelijk te maken hebben met autisme. Ja, maar heeft die definitie ASS, autisme spectrumstoornis, dan wel meer helderheid opgeleverd? Nee, ik denk het niet. Het is een breder begrip geworden, maar als je die diagnose stelt, dan is dat niet dat je beter iemand begrijpt. Omdat die categorie gewoon veel breder is. Er vallen meer mensen onder. Dus we hebben het ons al moeilijk gemaakt, hè? Ja, dat is zo, ja. En eerst was het syndroom van Asperger. Hè. Daar hadden al mensen een bepaald beeld bij. PDD-NOS, dat werd ook al wat vager. En autisme-stoornis. En nu is dat allemaal één geworden.
En daarmee valt die nuance ook een beetje weg. Maar het gunstige misschien is dat je ook niet de pretentie hebt dat je heel specifiek bent. Dat je heel erg duidelijk aangeeft. Je hebt heel veel lotgenoten. Nou, dat. Maar het is dus ook de kunst in de kliniek of in de praktijk om als je zo'n diagnose stelt, dat je dan eigenlijk pas aan het begin staat van het leren kennen van iemand. En dat je dan pas verder gaat van, ja, hoe werkt dat bij iemand? En waarom voldoet iemand aan die diagnose? Wat zijn de specifieke beperkingen of problemen waar iemand tegenaan loopt? Ja. Dus zo'n autisme spectrumstoornis zegt eigenlijk nog niet zo heel veel. Nee. Ik denk dat wij doorgaan naar deel 2 van het programma. Daarin stellen we de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat heeft de wetenschap ons dan opgeleverd in die zoektocht naar dat begrip autisme? En dat willen we ook weer inleiden met een stukje video. In dit geval een fragment van professor Steijaard aan Leuven, geneticus, of in ieder geval hoogleraar genetica, die wat vertelt over genen en autisme. Een andere bevinding van die recente ontwikkeling is niet alleen dat er heel veel genen geassocieerd zijn aan autisme in allerlei wisselende combinaties, maar ook dat als je één of meerdere van die autismegenen hebt, en ik zeg het wel tussen aanhalingstekens autismegenen, is dat je niet met zekerheid ook autisme nog een autisme spectrumstoornis gaat krijgen, maar dat het best kan zijn dat je helemaal op vlak van gedrag helemaal niks hebt. Dat je volledig normale theory of mind hebt en zo verder. Dat je een empathisch persoon bent en noem maar op. Dus dat we zien eigenlijk dat ook bij diegenen die een verhoogd risico geven op autisme, in de meeste gevallen dat verhoogd risico in de grote orde is van 15, 20, een zeldzame keer 50%, maar nooit 100%. Dus dat tussengen en gedrag, dat er ook nog allerlei stappen daartussen zijn waardoor die genen voor autisme duidelijk niet volledig deterministisch zijn. Dus het is niet omdat je een van die genen hebt dat je autisme krijgt, maar dat ze gewoon het risico verhogen om autisme te hebben. Dat zie je zelfs binnen één familie. Ja, de genen, er is jaren geleden eigenlijk best wel veel hoop gekoesterd rond dat genenonderzoek. Hè? Dat zou ons leiden naar de autismegenen en dan zouden we weten wat de oorzaak zou zijn. Heeft dat wat opgeleverd? Nou, zoals die professor zegt, eigenlijk dus nog niet zo heel veel. Zeker niet dingen die in de praktijk of in de kliniek bruikbaar zijn. Dus we kunnen niet bij mensen een testje doen of een hersenscan doen en zeggen van, hé, hier is sprake van autisme of dit moet een bepaalde behandeling worden of hier iemand heeft risico op autisme, zelfs dat, daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet ver in. Hmm. En de vraag is ook of dat überhaupt gaat komen, omdat het zo'n breed en complex verhaal is. Ja. Waar ligt nu de focus in de wetenschap? Er wordt op allerlei terreinen wordt er natuurlijk onderzoek gedaan, maar toch het merendeel van het onderzoek en ook het merendeel van het onderzoeksgeld gaat toch naar neurobiologisch onderzoek. Dus genetisch onderzoek, onderzoek naar de hersenen. Hoe verbinden bepaalde hersengebieden, of hoe zijn bepaalde verbindingen aangelegd in hersengebieden. Mm-hmm. En wat je dan bij het autismeonderzoek ziet, en dat heb ik ook kritisch benaderd in mijn proefschrift, is dat er nog steeds een idee is van het autisme dat we kunnen ontdekken in het brein. Het moet ergens te lokaliseren zijn. En dat maakt dus ook dat het zo vaag blijft, omdat we het niet precies kunnen vinden. En denk jij dat we het ooit kunnen vinden op die manier? Nou, wat ik eerder zei, ik denk dat autisme voor een deel ook heel erg te maken heeft met de manier waarop mensen tegen problemen aanlopen in het dagelijks leven, de manier waarop de maatschappij opgebouwd is. Tuurlijk is er een cognitieve stijl, noem ik het maar even. Maar die hele definitie van autisme, die heeft ook te maken met waar leg je de grens tussen wat nou nog sociaal normaal of abnormaal gedrag is of wat als abnormaal gezien wordt. En dat zijn allerlei dingen die je niet zo makkelijk vast kan grijpen. Dat zijn hele veranderlijke dingen. Hmm. Dus in dat opzicht denk ik ook dat het begrip autisme altijd zal blijven veranderen. Zolang de omgeving waarin we leven ook verandert en de uitdagingen waar we voor staan ook blijven veranderen. Ja. Dus die zoektocht naar de essentie van autisme, dat lijkt me niet zo'n zinnige. Nee. Er zijn best wel veel mensen die daar
wel redelijk op gefocust op zijn, hè, of hoop koesteren, mm-hmm. dat er daar toch eens een keer wat gevonden wordt, ja. hè, zodat er een oplossing is voor mijn probleem. Ja, en dat is dan weer heel erg gekoppeld aan het idee van autisme als syndroom. En dat is eigenlijk naar een medisch model. En dat zie je ook in de andere medische vakken, hè, diabetes, ja. andere ziekte van Parkinson. Hè, dat, dat kun je goed scherp omlijnen. Je wilt omlijnen, je wil het vastpakken en je wil het medicatie ontwikkelen. Ja. Specifiek aanpakken. Ja. En dat zou wel eens de verkeerde route kunnen zijn. En dat is wel nu de route. Maar ik denk dat er ruimte moet komen om op een andere manier daarover na te denken. Dat je bijvoorbeeld veel beter kan kijken naar wat zijn nou de specifieke beperkingen of echt de concrete problemen waar mensen tegenaan lopen. Daar wil ik het straks ook wat uitgebreider over hebben. Maar als we kijken naar de rol van de psychiatrie zelf. Valt de psychiatrie iets te verwijten in die ontwikkeling van die richting? Nou, ik denk dat je dat vooral ook historisch moet bekijken. Psychiatrie is een medisch specialisme. Dus die is ook heel erg ontstaan in die medische traditie. En die gebruiken bepaalde klassificatiesystemen die heel erg gebaseerd zijn op concrete ziektes. Hè. De depressie, autisme, schizofrenie, dat zijn allemaal losse stoornissen. Daar is natuurlijk wel veel kritiek op. Ja, maar bij depressie kunnen we ons iets voorstellen. Althans, als ik op straat zou vragen wat depressie is, dan kunnen de meeste mensen denk ik daar wel redelijk beeld van definiëren. Kijk naar een angststoornis, dan kunnen ze zich er iets bij voorstellen. Ja. Het valt mij toch iedere keer weer op dat als je het hebt over autisme, dat mensen zo de breedte ingaan. We hebben nog een aantal reacties niet laten zien, maar die gingen nog veel meer kanten op. Ja, dat is waar. Maar ik denk ook bij andere psychiatrische aandoeningen, dat je ziet dat bijvoorbeeld depressie, dat het ook breder zich ontwikkelt. Dat ze tegenwoordig ook hebben over een depressiespectrum. Of een bipolair spectrum, of een psychose spectrum. Dus het is wel een trend die je in de hele psychiatrie ziet. En is dat een trend die een beetje ontstaat uit onmacht? Of helpt het jullie verder in je vakgebied uiteindelijk om daarin mee te gaan? Onmacht, ja, lastige vraag. Dat idee van het spectrum, dat zorgt er eigenlijk voor dat die concrete ziektes min of meer in stand gehouden worden. Dus dat onderzoek naar de biologie, dat is heel heterogeen, of de resultaten zijn heel heterogeen. Dus dan kun je denken, nou, dan valt zo'n begrip uit elkaar. Hè. We kunnen het niet vastgrijpen. De validiteit, die is niet goed. En dat spectrumidee, dat zegt eigenlijk van, ja, het blijft een ziekte, maar het is een hele diverse ziekte. Ja. Dus je blijft binnen dat medische model van, we hebben afgebakende aandoening. En een van mijn resultaten uit mijn onderzoek is geweest dat met dit model zie je dat onderzoek dat steeds specialistischer wordt. Dat gaat steeds dieper het brein in, zullen we maar zeggen. Dus op moleculair niveau wordt er gekeken, ja, wat zou verband hebben met autisme? Terwijl aan de andere kant, als je kijkt naar het concept en de definitie, die wordt breder. Dus je krijgt een soort tegenstelde beweging en heel specialistisch onderzoek. Wat heel moeilijk te vertalen is naar de praktijk. En een grotere groep mensen die voldoet aan die criteria voor zo'n diagnose. Ja, en kan dat dan ooit nog ergens bij elkaar komen? Het lijkt nu steeds verder uit elkaar te groeien. Dus er is echt een kloof tussen onderzoek en praktijk. En het is in dit model, denk ik, heel moeilijk om die groep bij elkaar te brengen als het gaat om neurobiologisch onderzoek. En ik verwacht wat dat betreft ook veel meer van benaderingen die veel meer rekening houden met het idee dat de mens en zijn of haar brein in directe interactie staat met de omgeving. Dus veel meer gericht op bijvoorbeeld het hele lichaam en de omgeving en dat ook betrekken in het onderzoek. En niet het brein eruit halen en op een steeds kleiner stukje gaan zoeken naar een verband met dat brede begrip. Het is een ingewikkeld verhaal, maar ik denk dat we echt op een andere manier daarnaar moeten gaan kijken. Ja, nou, dat is ook een mooie brug naar het laatste deel van dit programma. Deel 3 gaan we het hebben over de vraag, ja, en hoe nu verder met autisme? Dat leiden we ook weer in met een videofragment. En in dit geval is dat Menno, die op zijn eigen manier, had een gedicht geschreven, onder woorden brengt wat autisme voor hem betekent. Ik had een gedicht geschreven over autisme. Het heet Autisme. Ik heb mijn eigen vorm van plezier. Ik zie de wereld op mijn eigen manier. Ik kan heel het woordenboek uitleggen.
Zou het waar zijn wat ze over mij zeggen? Praten is niet voor mij weggelegd. Omgaan met al die prikkels, dat is mijn dagelijks gevecht. Veranderingen worden mij snel te veel. Ik heb klassiek autisme, voor het merendeel. Goed horen, voelen, zien, heb ik altijd gekund. Met mijn vriendschappen onderhouden, dat is mijn slechte punt. Met perfectie is alles fijn. Ik moet wel iemand met Asperger zijn. Leren is niet mijn sterkste kant. Mijn emoties heb ik soms niet in de hand. Plannen is vaak een grote last. PDNOS, dat klinkt gepast. In mijn hoofd gaat het niet zo snel. Sociale interactie, dat is voor mij een kwel. Ik zie alles anders. een eigen wereld is heel normaal. Ik zie alles anders dan jullie allemaal. Dingen doorhebben, dat duurt soms even. Ik heb autisme en daar kan ik mee leven. Ja, een originele, maar ook mooie manier om dat onder woorden te brengen. Er meldt zich iemand, die begon eigenlijk deze uitzending al met een voorbeeld uit de praktijk. Maar er meldt zich iemand in jouw praktijk, en dat zal regelmatig gebeuren, met duidelijke kenmerken van autisme. Hoe ga je dan om met dat begrip autisme? Welke woorden gebruik je? Welke gesprekken voer je? Als iemand binnenkomt voor een intake, dan ga je wat dan heet een diagnostisch traject in. Dus dan gaan we kijken, voldoet iemand aan de criteria van een autisme spectrumstoornis of van een autismestoornis? En wat voor mij dan heel erg belangrijk is, is dat ik echt kijk van, niet alleen maar heeft iemand bepaald gedrag dat afwijkt van een norm, hè? Mm-hmm. Dus gewoon variatie, maar leidt het ook echt tot dysfunctioneren? Geeft het ook echt duidelijk problemen in iemands dagelijks functioneren? En kan dat gedrag ook gekoppeld worden aan bepaalde cognitieve theorieën die er over autisme zijn? Als het gaat om theory of mind of over centrale coherentie, noemen ze dat dan. Mm-hmm. Dus het kunnen focussen op een bepaald deel in de omgeving. Mm. Of bijvoorbeeld prikkeloverbevoeligheid. Ja. Dus wat ik probeer uit te leggen is dat de diagnose autisme is niet een verklaring voor het gedrag waarmee iemand binnenkomt of de problemen die iemand heeft. Het is eerder een inkadering. En het is een begin om iemand verder te kunnen helpen. Het begin op zoek naar de kwetsbaarheden die iemand heeft, die heel individueel. Exact. En die je op dat niveau kunt aanpakken. Ja, en daar is wel algemene, dat vond ik ook mooi aan het gedicht van Menno. Dat hij eigenlijk zegt, ik ben uniek, ik heb mijn eigen manier van kijken, mijn eigen manier van denken, waarnemen. Maar ik heb wel autisme. Dus hij zegt eigenlijk, ik heb iets algemeens, maar ik ben ook uniek. En dat vind ik wel mooi. En dat is ook de kunst vaak van hulpverleners om te kijken van, elk persoon heeft zijn eigen specifieke klachten, problemen, ervaringen, wensen. En wat wij kunnen doen is dat proberen te koppelen aan algemene ideeën die we hebben. En op die manier het individu helpen. En dat is uiteindelijk het doel. Niet mensen diagnosticeren en een algemene label te gebruiken. Maar met hulp van kennis die we hebben, te kijken hoe we iemands individuele leven kunnen verbeteren. Maar zou het dan niet mooi kunnen zijn als iemand bijvoorbeeld prikkelgevoelig is of overgevoelig is voor prikkels, dat je dan eigenlijk het hele woord autisme niet meer gebruikt, maar het eigenlijk alleen maar kunt labelen als een soort prikkelgevoeligheid? Ja, misschien voor de toekomst. Hè, dat je meer gaat kijken of bijvoorbeeld groepen gaat maken op basis van echt die problemen, zoals prikkelgevoeligheid. Alleen ja, dat idee van autisme, dat is zo verankerd maatschappelijk ook. Je kan dat niet zomaar weghalen en daar niks voor in de plaats zetten. Nee, want wat levert het op, de diagnose autisme, even maatschappelijk gezien? Nou ja, het toegangspoort naar allerlei voorzieningen, toch? Precies, ja. Het is een belangrijk, ja, hoe kun je het zeggen, een punt in een soort netwerk van hele basale dingen als administratieve dingen, bureaucratische dingen. Je krijgt geld van een verzekering. Je krijgt misschien als je op school zit extra ondersteuning met een diagnose. Dus in die zin heeft het een hele belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Ja. En dat maakt ook dat je misschien te veel vast kan houden aan dat begrip. Dus het is niet alleen maar de wetenschap bijvoorbeeld die kan zeggen, we moeten een ander begrip gaan gebruiken of dat anders doen. Het is ook de maatschappij die ervoor zorgt dat dat begrip functioneert of dat we dat nodig hebben. Ja. Dus je kan niet het hele systeem in één keer omvergaan. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat het
mensen ook helpt. Hè? Het zelfinzicht vergroot. Ja. En in één keer, je hoort mensen regelmatig zeggen, het kwartje valt. Ja. Ik begrijp in één keer waarom ik ben wie ik ben. En waarom ik aangelopen ben tegen de dingen die mij hinderden. Ja, dat is heel interessant. Dat mensen een diagnose krijgen en hun hele leven in een nieuw licht gaan zien eigenlijk. En gaan begrijpen waarom de dingen gelopen zijn zoals ze zijn gelopen. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die er depressief van worden. Ja. Die een diagnose krijgen en zich down voelen en denken, ja, nu ben ik gehandicapt. Ja. Nu voel ik me slecht. Dat laatste is al, haak ik even op aan, want we hebben een hele kleine poll geplaatst op de website. En de vraag was, ben je gehandicapt als je autisme hebt? Nou, daar hebben, ik geloof, een half uur geleden 80 mensen op gereageerd. En de stand is 60-40. 60% zegt, ik voel me gehandicapt. 40% zegt, nee, dat is geen handicap. Nee. Ik weet niet, ik ken de achtergronden niet van de stemmers. Hè? Dat moet er wel bij zeggen. Maar opvallend toch, dat dat zo dicht bij elkaar ligt. Ene, hoe kijk je naar jezelf? Ja. Wat dicht bij elkaar? Je bedoelt die percentages? Die percentages eigenlijk. Ja, zoals ik het zelf bekijk, is denk ik, ja, je bent niet helemaal gehandicapt of helemaal niet gehandicapt. En dat is ook wat ik vaak benadruk, dat bepaalde problemen juist ontstaan in bepaalde situaties. Ja, die context. In die context. En dan kun je op een bepaald vlak, op een bepaalde tijd, in een bepaalde plek ergens beperkt zijn. Dat zou je gehandicapt kunnen zet doen. Iemand in een prikkelarme omgeving en het en die gaat een stuk beter. En die is verdwijnt. Dus dat is niet iets absoluuts. Dat is iets wat komt en gaat. En dat hebben niet alleen mensen die een diagnose hebben, maar ook mensen zonder diagnose. Dat ze in bepaalde situaties gehandicapt zijn of zich gehandicapt voelen. Of enorm gestrest raken in situaties en in andere situaties niet. En dan is het denk ik de kunst, ook voor mensen met een diagnose, om die omgeving zo vorm te geven. En om je leven zo in te richten dat jij zo min mogelijk beperkt bent. Ja. En dat kan met hulp van hulpverleners. Ja. Nou heb ik ook al gehoord dat autisme door de tijd heen zelfs volledig kan verdwijnen. Althans, als hinderlijke, als kwetsbaarheid niet zichtbaar wordt. Mm-hmm. Omdat de omgeving waarschijnlijk zo veranderd is. Je dus een aantal vaardigheden hebt bijgeleerd, waardoor die kwetsbaarheid zich niet meer laat zien. Ja, ik weet niet of het autisme dan verdwenen is, want dan kom je weer bij dat lastige begrip autisme uit. Dat is precies wat ik wou zeggen. Dat hangt dus heel erg af van hoe je tegen autisme aankijkt. Als je een beetje het, wat ik het dominante model noem, als autisme als ontwikkelingsstoornis of hersenontwikkelingsstoornis, dan is dat een idee van iets dat komt en dat gaat nooit meer weg. Als je het meer bekijkt als, nou, iedereen heeft een bepaalde cognitieve stijl of bepaalde sterke en zwakke punten. En onder bepaalde omstandigheden ben je daarin beperkt. Dan kan het heel goed zijn dat je die diagnose hebt. En als jij je ontwikkelt en in een andere omgeving terechtkomt, dat die beperking verdwijnt. En dat daarmee ook die diagnose kan verdwijnen. Nu is het wel zo dat veel mensen met die diagnose steun hebben en hun omgeving hebben aangepast. En als je had dan de diagnose eerst wel nodig om die omgeving aangepast te krijgen. Om die omgeving aangepast te krijgen. Ja. Dus dat is een hele interessante en ingewikkelde discussie. Ja. Maar ik zou het niet zo willen zien als iets dat je hebt waar je voor je leven aan vastzit. Op dezelfde manier. Nee, wat je eigenlijk vastketent als iemand met dat probleem of met die diagnose. Ja. Ja. We zijn begonnen de uitzending met de geschiedenis. Hè. 70 jaar geleden is autisme gelanceerd. Als we nu eens in de tijd reizen en we gaan vooruit, 70 jaar verder. Wat zou er dan volgens jou, zou het begrip autisme dan nog bestaan? Hoe zouden we daarnaar kijken? Dat hoop je. Het is heel lastig. Ja, waarschijnlijk zitten we dan bij de DSM 12, 13, 14. Ik weet het niet. En als je al die DSM's naast elkaar legt, dan zie je dat die definitie steeds verandert. Categorieën veranderen, dus het valt eigenlijk wel te verwachten dat dat weer gaat gebeuren. En nu is de wens van met name de academische psychiatrie om echt er een biologisch diagnostisch handboek van te maken. Dus echt dat die neurowetenschappen echt inkomen. Ja, maar dat er subcategorieën of subgroepen komen op basis van bijvoorbeeld genen of neurotransmitters of iets dergelijks. Ik denk eigenlijk niet dat dat gaat gebeuren. Dat het brein te complex is en dat het te veel afhangt van wat iemand doet in zijn leven. Ja. Dus ik denk eerder, of ik hoop eerder, dat we een beetje afstappen van dat idee van we hebben aparte ziektes en meer naar een, nou ja, je zou het handicapmodel kunnen noemen, of
een model dat veel meer gaat over iemand functioneren. Ja. En niet over heb je een ziekte of niet, maar waar loop jij tegenaan? En dan heb je wel de mensen die nu onder die diagnose vallen, die hebben wel specifieke problemen. Ja. Nee, dat kun je niet ontkennen. Kun je niet ontkennen, nee. Ja. Als het gaat over bijvoorbeeld het plannen van dingen. Het is ook een erkenning eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Maar je bent dan niet degene met die speciale diagnose, maar je kan één of twee of drie verschillende kwetsbaarheden hebben of beperkingen. En daar kun je dan ook weer specifieker naar kijken hoe je dat kan gaan benaderen of behandelen. Ja. Wij zijn inmiddels een half uur onderweg. En we zouden ook ruimte geven aan vragen, opmerkingen van kijkers. Ik zie in de chat dat er behoorlijk gereageerd wordt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Betrokkenheid is groot. Ik heb een aantal vragen van de redactie gekregen inmiddels. Er komen er nog een paar aan. Ja, ik begin even met deze. Krijg je autisme... Vaccinaties is een hele poos heel erg hot geweest. Krijg je autisme van vaccinaties of van luchtvervuiling? Ik neem ondertussen even een paar andere vragen over. Zal ik op ingaan, de eerste? Ja, graag. Ja, dat vaccinaties is inderdaad een even het idee geweest. Dat is gebaseerd op een bepaalde studie die achteraf eigenlijk heel slecht bleek. Ja. Er was van alles mis mee. En daarna is er veel onderzoek naar gedaan en er zijn eigenlijk geen aanwijzingen. Dat vaccinaties iets met autisme te maken hebben. Nou, toevallig zag ik gisteren op het nieuws dat er de vitamine D mogelijk een rol zou spelen. Dat is weer zo'n bericht, hè? Ja. Er was uit een groot onderzoek gebleken dat moeders die een tekort hadden aan vitamine D relatief meer kinderen met autisme hadden gekregen. Ik heb het nog niet gelezen, dus je bent beter op de hoogte dan ik. Nee, maar meestal zijn dit vitamine D, dat wordt tegenwoordig met ongeveer alles geassocieerd. Dus met depressie, met angst, met weet ik wat allemaal. Vermoeidheid. Tuurlijk, het is wel iets om in de gaten te houden. Zeker mensen met een donkere huidskleur. Ja. In de winter in Nederland. Ja. Die krijgen natuurlijk heel weinig zonlicht. Ja. Of in ieder geval, die maken dan minder vitamine D aan. Ja. Maar die... En er zullen ongetwijfeld nog meer van dit soort... Er zijn een heleboel onderzoeken geweest en er zijn weinig hele robuuste gegevens over dit soort omgevingsfactoren. Ja. Eentje is dus wel oudere ouders, dat is dan eentje die wat sterker is en mogelijk antidepressiva gebruiken van de zwangere vrouw. Ik heb hier een vraag, nu er minder geld wordt uitgegeven aan de zorg, moet je dan niet eerder zeggen dat je een stoornis hebt? Wil je dus in aanmerking komen voor zorg en voor hulpverlening, moet je dan niet beter je best doen, zo lees ik het. Mm-hmm. En moet je daarom ook niet sneller tot een stoornis diagnosticeren om voor die hulp in aanmerking te komen? Ja, als cliënt is de vraag of meer ik als, denk het. Ja. Als hulpverlener. Ja. Kan dat een ontwikkeling zijn die daar in de gang komt daardoor? Dat is natuurlijk al een ontwikkeling die al gaande is, denk ik. Dat, ik koppel het even ook aan... bijvoorbeeld hulp op school, dat als je bepaalde ondersteuning wil, als je het idee hebt dat een kind achterloopt of niet meekomt, dan heb je gewoon een diagnose nodig om daar extra begeleiding bij te krijgen. En dan kan het zijn dat je een beetje die richting opduwt, om die hulp te krijgen. Ja, dat is absoluut waar. Dat zie je ook. Ze hebben ook studies gedaan naar het voorkomen van autisme in Amerika bijvoorbeeld. En dan zie je in de jaren 90 ergens dat er een wet wordt aangenomen dat scholen verplicht zijn om kinderen met die diagnose speciaal onderwijs te bieden. En dan zie je echt op het moment dat die wet wordt aangenomen, de percentages enorm stijgen. Ja. Dus ja, dus, daar is absoluut een verband tussen wat is het aanbod, ook qua hulp, qua behandelingen, en hoeveel wordt het gediagnosticeerd. Ja. Ja. Zijn psychiaters misschien te subjectief als ze de diagnose stellen? Ik weet niet wat hier precies mee bedoeld wordt. Hoe lees jij deze vraag? Nou, kijk, wat ik eerder zei, er is niet een scan of een soort objectief moment. Criterium. En subjectief, het is absoluut waar. Want veel van die criteria in de DSM, er staat bijvoorbeeld, iemand heeft een, te intense interesses in iets. Ja, wat is te intens? Dat zijn allemaal waardeoordelen. Ja. En de ene psychiater kijkt er weer anders naar dan de ander. Ja. Dus daar zit zeker een bepaalde
Interpretatie in. En daarom is het ook zo belangrijk om te kijken, oké, iemand is heel intens met iets bezig, heel erg gefocust. Maar is dat nou eigenlijk een probleem? En op wat voor manier zou dat een probleem kunnen zijn? Ja. En ook daarin is het subjectief van wanneer noem je iets nou dysfunctioneel of niet. Ja. Maar het belangrijke is dat de discussie dan ook daarover gaat. Ja. En niet over is dit nou autistisch gedrag of niet. Dat is minder zinvol. Hier schrijft iemand, ik vind het geen handicap, we hadden het over handicaps, maar ik heb een gebruiksaanwijzing gekregen en ik begin mezelf steeds beter te begrijpen. Ja, ja. Dat is ook wel een mooie omschrijving. Dat zien wij heel veel, en dat is ook hoe wij vaak een behandeling beginnen met psycho-educatie, noemen we dat. Ja. Dat is een beetje een ouderwetse woord, maar het is eigenlijk gewoon... Ja, je zou het een soort. Het is een vorm van psychotherapie. Of een vorm van jezelf beter leren kennen. Ja. Dus ook beter je eigen kwetsbaarheden herkennen. En je kwaliteiten. En daar meer gebruik van maken. Ja, en weten onder welke omstandigheden. Ja. Dan heb ik hier nog een reactie. Begin ook. Je voelt je ook daardoor meer erkend door hulpverleners. Ja. Met een diagnose. Ja, met een diagnose. Ja, daar kan me dan van alles bij voorstellen natuurlijk. Ja. Het klinkt anders als je kan zeggen, ik heb autisme dan. Ja. Ik ben sociaal niet zo handig. Nee, zeker. En dan? Ja, lastig hè? Nee, het is, er is één Amerikaanse historicus en die trekt het nog iets extremer. Maar die zegt zeker, if it can't be coded, dus als het niet gecodeerd kan worden, dan bestaat het niet. Ja. Nou, dat is misschien heel negatief uitgelegd. Alleen... als je erkenning wil, ook sympathie, dan is het blijkbaar zo dat dat zo'n labeltje daarbij kan helpen. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting van deze avond. We zijn inmiddels 40 minuten onderweg. Wil je nog wat toevoegen? Nee hoor. Ik vond hem ook goed zo. Ja. Bedankt voor het kijken van alle reacties die via de chat zijn binnengekomen. Ik vond het een interessant onderwerp en bedankt voor je toelichting en uitleg, analyse. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ze ook via de mail stellen. Ik wou afsluiten eigenlijk. Ik kijk nog even naar de redactie. Heeft ook niks meer. Ik wou afsluiten en ik bedank u voor het kijken. En graag tot de volgende keer.